Goedemorgen allemaal, welkom bij de webcast voor vandaag. Vandaag de sessie over IT security, waar ik onder andere naast IT security, fysieke beveiliging, ook de nadruk wil gaan leggen op elektromagnetische straling en voornamelijk de cryptologie Tempest. Voordat ik ga beginnen, wil ik me graag eerst even voorstellen. Mijn naam is André Hiddink, productmanager IT bij Rital. Een aantal jaren werkzaam en verantwoordelijk voor de portfolio, behuizingen, software, UPS-systemen en dergelijke. In deze webcast hebben we hier een overzicht. Zie je een aantal zaken. De deelnemers, we hebben de camera's uitgeschakeld uiteraard. En we hebben de mogelijkheid om tijdens deze sessie vragen te kunnen stellen in de chat. En dat kun je in de chat doen, maar ook in de vragen. Aan het eind van de webcast zullen we de presentatie ook aan jullie uitreiken. Nou ja, Rital, leverancier van behuizingen voor de IT en de industrie. En we leveren systemen, voornamelijk IT, voor de HCP-oplossingen met koeling, met stroomverdeling, behuizingen uiteraard en bij alle toebehoren. In deze webcast wil ik graag met jullie het hebben over de beveiliging van het IT-rek, de serverruimte en de datacenters. We hebben het wel over beveiligen en veelal in het nieuws zie je dat ook mensen spreken over het hacken van de IT-apparatuur. En dat is ook eigenlijk waar de meeste focus op ligt, omdat daar ook de meeste schade ontstaat. En als je hier naar kijkt, dan zie je ook in de nieuwsberichten dat cybersecurity is hetgene waar mensen heel veel over spreken. Maar cybersecurity is niet het enige waar we op moeten letten. We hebben natuurlijk ook andere zaken als fysieke beveiliging. Maar voordat we daar naartoe gaan, is gewoon een indicatie dat toch 120.000 gevallen van vandalisme per jaar zijn. Honderden miljoenen euro's en wel 35 miljoen euro aan reparatiekosten. En dat zijn zaken die allemaal inherent zijn aan dat de beveiliging van onze IT-systemen niet op orde is. Voordat we gaan naar Tempest en naar de elektromagnetische straling, wil ik eerst even teruggaan naar wat is nou eigenlijk de zaak waar wij als Rital al heel druk mee zijn, is de fysieke beveiliging. Nou, fysieke beveiliging is kun je heel breed neerleggen. Dus van compartimentrek, dat de ene klant niet bij een ander kan komen, bij de IT-apparatuur. Of het nou scheidingswanden zijn, of dat er monitoring is. Maar ook tot aan sluitsystemen, toegangscontrole en dat soort zaken. En er zijn er heel veel zaken, zijn er mogelijk om de beveiliging van de IT, van de hardware te beveiligen tot een tot een hoog niveau. Maar voor iedereen ligt dat anders. En dat zie je ook dat in de normen en de wetgeving ook het een en ander verschillend worden toegelicht. Als je gaat naar datacenters bijvoorbeeld, is het helemaal uitgekoud. In de norm 50600 staat bijvoorbeeld echt per onderdeel beschreven van tot hoever je een beveiliging, een security niveau, kunt opbouwen. Vanaf de poort, vanaf het hek, tot aan de toegang, tot de sluis, pasjescontrole, et cetera. Dat is helemaal uitgestippeld. Dat werkt allemaal prima. Maar uiteindelijk, als je dan verder gaat kijken, dan is het voor datacenters prima uitgewerkt en is er een richtlijn voor. Maar ga je vanaf daaruit verder en ga je dan kijken van wat is er dan nog meer naar datacenters? Dan zie je bijvoorbeeld een voorbeeld als dit. Dat gewoon de IT, het hart van de onderneming, eigenlijk tussen de planten wordt gezet. Met een eenvoudig handgreep, met een cilindertje en dergelijke, waar in feite iedereen ook bij kan. En ook daarin geldt weer dat fysieke beveiliging op alle fronten, op alle takken van sport, een hele belangrijke focus moet zijn om te waarborgen dat het hart van de onderneming blijft draaien. En dat zie je dan ook wel steeds meer ook naar voren komen, ook in rapportages, in percentages bijvoorbeeld, dat men zegt IT en fysiek, dat moet steeds meer samen gaan.
je kunt wel heel erg je best doen om de firewalls bijvoorbeeld op orde te hebben. Maar als vervolgens de deur wagenwijd open staat en mensen gewoon naar binnen kunnen lopen, dan betekent dat ook iemand met een USB-stick of met andere zaken ja, vrij toegang heeft tot het rek en op die manier ook het bedrijf volledig lam kan leggen. Dus men geeft ook aan dat het steeds belangrijker wordt om die twee te combineren. Dat het steeds meer een focus moet worden om zowel de fysieke beveiliging als zeg maar de cybersecurity, dus zeg maar het software, samen op te trekken om de beveiliging te waarborgen. Hier zie je eigenlijk een voorbeeldje. Fysieke beveiliging, informatiebeveiliging, die twee die horen gewoon samen. Maar dan heb ik nu eigenlijk cybersecurity benoemd en ik heb fysieke beveiliging benoemd. Maar er is één thema, daar wou ik eigenlijk in deze webcast voornamelijk over hebben. En dat is een ander fenomeen, wat we steeds vaker ook voorbij zien komen. En dat is elektromagnetische straling. Het is niet van alle dag, zeg maar. Van goh, moet ik daar ook rekening mee houden. Maar het is meer dat dit fenomeen steeds meer een rol gaat spelen als onderdeel in de beveiliging. We hebben het dan over zendmasten, mobiele telefoons, antennes en dergelijke. Die stralen allemaal informatie uit. Maar als je hier naartoe kijkt, dan zie je dat een monitor in dit geval en een toetsenbord, dat die ook informatie uitzendt, uitstraalt. En deze servers, die staan allemaal opgesteld in bijvoorbeeld aan de rechterzijde, de IT-racks. En deze informatie, onzichtbaar zoals die is, blijkt informatie te bevatten waar anderen eventueel wat mee zouden kunnen. En dit, zeker in overheidsomgevingen, zie je dat er steeds meer aandacht besteed wordt aan het feit dat men zegt van, joh, ik moet hier ook aandacht aan besteden dat niet zowel de mensen niet binnen kunnen komen als het gaat om toegang tot de ruimte, maar dat de mensen ook weten dat de IT-apparatuur die opgeborgen staat in de REX ook beveiligd is voor buitenstaanders. En we hebben het al over, als we het hebben over straling, dan is het vaak het bereik wat je hier hebt in de megahertzen tot aan de enkele gigahertzen. In dat bereik, daar bevindt onze communicatie. En in dat bereik zit ook de gevoelige snaar. En wat ik al aangaf, dat vooral de overheid zeg maar, daar heel veel aandacht aan besteedt, is ook het feit dat men wil voorkomen dat men in de toekomst, of eigenlijk wat nu al een hot topic is, dat vooral in de overheid, in de leger, in de strijdmachten, dat men wil te alle tijden wil voorkomen dat informatie die bij de ene partij zeg maar voor essentieel belang is, wat opgevangen wordt door de tegenpartij of de partij die kwaadwillend is. We zeggen van oké, dat is dan ergens in het veld. Maar deze informatie is zo tegenwoordig gedigitaliseerd dat die informatie in een server wordt verwerkt. Deze informatie wordt berekend en die wordt weer teruggestuurd. Die informatie is zeer belangrijk en voor een andere partij wel heel erg interessant te weten wat er gaande is om in ieder geval daar je voordeel uit te hebben. Nou, om dat te voorkomen, komt er eigenlijk een nieuw technisch fenomeen om de hoek. Is van oké, ik heb dan wel een ruimte die afgesloten is. Ik heb mijn toegang goed geregeld. Ik heb mijn firewalls goed geregeld. Maar hoe kan ik voorkomen dat deze straling, deze informatie die zomaar eigenlijk alle kanten opdwaait, beschikbaar is voor mensen die dat niet moeten weten? De techniek is al heel oud. Meneer Faraday die had in 1830 al uitgevonden dat als je een kooi plaatst om jouw IT-apparatuur die straling uitzendt, op die manier kunt voorkomen dat die in andere handen komt, dat het af te luisteren valt. Aan de andere kant is het ook zo dat als ik van buiten informatie, straling, informatie stuur richting een IT-apparaat, dat je hem ook kunt beïnvloeden. Nou ja, al met al heb je hier drie mogelijkheden
wat je eventueel met straling zou kunnen doen. Natuurlijk overspraak, hè, dus dat je apparatuur andere commando's kunt laten uitvoeren, informatie afluisteren, of nou ja, zoals hier staat ook gewoon kunt beïnvloeden. Van binnen naar buiten, buiten naar binnen, et cetera. Heel eenvoudig klinkt het, is een kooi om je IT-apparatuur te zetten. Nou ja, het principe van kooi van Faraday is niets anders dan dat je je elektromagnetische velden en je magnetische velden die op een IT-apparaat gestuurd worden, om dat te absorberen. Nou, en de kooi van Faraday is niets anders dan een metalen box, metalen kooi, die ervoor zorgt dat de straling die op de buizing wordt uitgeoefend, dus op de kooi, wordt geneutraliseerd. En op deze manier is het dus essentieel van belang om de kooi zo dicht mogelijk te hebben, zodat er ook geen straling of radiatie de kooi in kan komen, maar ook niet naar buiten kan komen van de apparaat zelf, wat uitgestraald of uitgezonden wordt. Klinkt heel eenvoudig, maar hoe doe je dat nou in de praktijk? Nou, daar zijn een aantal oplossingen voor die gewoon in de markt al beschikbaar zijn. We hebben bijvoorbeeld ruimtes, hè, dan heb je gewoon een volledige ruimte die je kunt bouwen, waar dan de IT-apparatuur wordt geplaatst. Ga je dan een stap verder, kun je ook kiezen voor bijvoorbeeld de racks, die vervolgens zo gebouwd zijn als een kooi, zodat daarin de IT-apparatuur ook beschermd zijn tegen elektromagnetische straling. Maar wat je nu voornamelijk ziet, is dat de IT-hardware, daar is de focus op. De hardware, die wordt beveiligd. Die wordt dusdanig aangepast, zodat deze apparatuur niet gevoelig zijn voor straling van buitenaf, of zelf straling uitsturen, die dan eventueel voor anderen opgepikt kunnen worden. En daar ligt voornamelijk, zoals nu de markt is, de focus op de IT-hardware. Maar het heeft ook een nadeel dat als de IT-hardware volledig aangepast moet worden, dat het nogal een kostenplaatje heeft. En dit is eigenlijk wat je ziet in de praktijk. Dit zijn een aantal cretologieën, kots, mots, gods en nots. Het zijn hele bijzondere kreten. Maar het komt er eigenlijk op neer dat als je commercial off the shelf, dat zijn de hedendaagse servers, de HP's, de Dells, de Suns, et cetera, die de apparatuur gewoon op de markt zetten. En die zijn voor commercieel voor iedereen toegankelijk om te kopen. Op het moment dat er specifieke eisen gesteld worden aan de dichtheid van de apparaat en de historische gevoeligheid van het apparaat, dan worden de levels al hoger en ga je richting de NOTS bijvoorbeeld. Nou, en NOTS is de hoogste security level wat je op dat vlak kunt vinden. En daarin worden dus apparaten volledig aangepast, zodat ze volgens de hoogste normering voldoen. Maar ja, wat betekent dat nou eigenlijk? Is dat in de praktijk een rack van een leverancier of van ons wordt aangeschaft en vervolgens wordt die volgebouwd met de IT-apparatuur die voldoet aan de hoogste beschermklasse. Dit is in feite hoe we het vaak in de praktijk tegenkomen. Maar dat betekent ook dat de investering die men moet doen, als je een wat grotere IT-ruimte wil gaan volbouwen, dat de IT-ruimte en de hardware natuurlijk een enorme commerciële post wordt. En de commerciële post, ja, die gaat dan behoorlijk oplopen als je weet dat je om de 4-5 jaar de IT-apparatuur moet gaan vervangen. Dat je in ieder geval weet van oké, het is end of life en ik kan weer een nieuwe investering gaan doen om ervoor te zorgen dat mijn IT-systeem weer op een running zijn. Maar waar komt dat nu vandaan? Ik bedoel, het zijn niet voor niks de normen en de NATO die sturen op een bepaalde beschermingsklasse. En dat zijn dan kreten die dan voorbij komen. Die we dan ook zien is bijvoorbeeld in de SDIP-normen. En dan heeft men een drietal normen, level A, B en C. En hier zie je dan ook dat de SDIP 27 een essentieel onderdeel is van tot welke beschermingsgraad, beschermingsklasse men wil dat het apparaat voldoet. Dus het wordt ook dusdanig gemodificeerd, wordt gemeten in de laboratoria en op die manier wordt het ook gecertificeerd en dan
overdragen aan de klant. En die moet dan voldoen aan een NATO SDIP normering. Maar het bijzondere is in deze, is dat men eigenlijk in de praktijk graag wil dat men overstapt van IT-apparatuur als de apparaat naar eigenlijk het REC vanwege het commerciële belang. Dus de normering is geschreven op de IT-apparatuur en niet om de zaken eromheen. En toch vraagt men ons om te kijken naar of de oplossingen zijn om toch vanwege het commerciële belang daar een verschuiving te maken. En dan praten we meer over dit. Men wil graag naar de reguliere commerciële service toe, maar dan meer investeren in het REC, in de behuizing eromheen. Dat is allemaal prima, maar dat betekent dat er wel de nodige consequenties zijn en dat er nog een technisch hoogstandje gedaan moet worden om ervoor te zorgen dat men deze draai kan maken. Het is natuurlijk veel interessanter om het REC in dit geval op een, laten we zeggen, EMC een Tempest niveau te krijgen, zodat men commercieel gewin heeft in de IT-apparatuur. Nou, dat dat wat voet in de aarde heeft, daar kom ik met de volgende dia's kom ik daar even op terug. Want in feite is het gewoon heel eenvoudig als je de kooi van Faraday erop loslaat, van oké, dat is prima, ik heb dan niet het IT-apparaat, maar ik ga dan richting de behuizing. Nou, de behuizing, ik maak hem zo dicht mogelijk, en hoe dichter de behuizing is, hoe minder straling, dus zeg maar hoe hoger de hertzen, zeg maar de stralingsniveau is, ja, hoe dichter je in feite de behuizing moet maken om een zo hoog mogelijke dempingsgraad te creëren. Nou, en die dempingsgraden die staan weer in de normeringen benoemd, als zijn er van ja, hoe dicht qua stralingsniveau moet het REC dan zijn. Simpel gezegd heb ik links een rooster met grote gaten, kan er natuurlijk veel meer doorheen dan als ik bijvoorbeeld rechts een mesh neemt die gewoon zo fijn is dat daar, ik zou bijna zeggen, amper straling doorheen zou kunnen. Nou, links heeft een lage dempingsgraad en rechts heeft een hoge dempingsgraad. Daar ben je er alleen nog niet mee door alleen even andere perforatie toe te passen. Bijzonder is ook dat men graag het traditionele concept wil houden, dus vasthouden, dus een serverrek die we kennen, als dit. Dat het concept, zeg maar, blijft zoals die is. Traditioneel de koeling met koude gangen, warme gangen, met downflows, een datacenterruimte, maar vervolgens wel de behuizingen aangepast hebben, zodat die kunnen ingezet worden voor de kwalificatie die men stelt op basis van dempingsgraden, of dat EMC of Tempest is. Nee, eenvoudig, links hebben we bijvoorbeeld het serverrek, 85% luchtdoorlaat. Hoe groter de perforatie, hoe minder weerstand van de lucht, hoe minder energie een server hoeft te doen om zijn koele lucht te krijgen. Aan de andere kant ga je naar een veel kleinere perforatie toe vanwege dat je die dempingsgraad omhoog wil brengen. Betekent aan de andere kant kleinere perforatie, grotere dichtheid, dus minder doorgang van de lucht. Nou, hoe we daar zodat ik oplossingen voor heb, kom ik dan nog even op terug. Maar daar ben je er niet mee. Het REC zelf is natuurlijk toegepast om functioneel te zijn, om eenvoudig toeboren te monteren. Dus het is één grote gatenkaas, zou ik bijna zeggen. Om ervoor te zorgen dat de IT-hardware er gewoon netjes in gemonteerd kan worden en functioneert. Ga je naar de EMC Tempest toe, moet je dat hele verhaal eigenlijk overboord gooien. Elk gat wat aanwezig is binnen het REC heeft direct consequentie voor de dempingsgraad, of in ieder geval de certificering van de dempingsgraad die de klant eist. Dus hoe dichter het REC, hoe beter het is voor de certificering en de gradatie. Dus uiteindelijk het hele REC wordt dan onder de loep genomen. Van oké, wat hebben we dan nodig? Ten eerste heb je al glijdend materiaal nodig. Het frame magnesium zink moet het zijn. Vervolgens als je EMC of Tempest neemt, moet je met dubbel wanden gaan werken. Omdat alles wat metaal is, ervoor zorgt dat je steeds meer een kooi van Faraday gaat creëren binnen het REC. Dus naar een
Tempestniveau, een hoger niveau, lassen we wanden en daar komen nog geschroefde zijwanden overheen. Daken kunnen we ook niet standaard toepassen. Het zijn gewoon nieuwe daken die, zoals je hier ziet, om de 10 centimeter worden geschroefd. Met daartussen shielding eromheen, zodat de contactering tussen dak en frame gewaarborgd kan worden. Overal wordt ervoor gezorgd dat er geen kieren kunnen zijn, dat er geen kleine opening ontstaat. En op die manier kunnen we het rek zo dicht mogelijk maken. Maar dan heb je ook nog stroom, uiteraard in stroomverzorging in het rek. Ik bedoel, een IT-rek zonder een spanningslof of kabels die doorgevoerd worden. Ja, dat is natuurlijk gewoon een no-go. En ook hier zie je dat gewoon ook stoorsignalen die over voedingslijnen gaan, die moeten ook gefilterd worden. Dus bij elke oplossing, dan heb je de straling die van een server bijvoorbeeld uitgestraald wordt, kun je dus met een metalen box wel dempen. Maar uiteindelijk heb je nog steeds de doorvoer naar buiten en naar binnen. En die moeten ook gefilterd worden. En daarvoor worden voor de PDU's filters gebruikt, zoals je hier ziet, linksonder, aan de linkerzijde. Maar ook daarin wordt meer geshielde kabels weer doorvoeren gemaakt naar buiten toe. En wordt er weer verbonden met de behuizing, zodat het één geheel blijft. Zodat het niet mogelijk is dat via de voedingskabels alsnog signalen, stoorsignalen, het rek in of uit kunnen. Nou, in het derde plaatje zie je dus ook doorvoeren, waarbij we aan de linkerkant koper doorvoeren hebben. Dus de RJ45 buksen, die dus ook geshielded zijn. En aan de rechterkant een waveguide met de wat roze bekabeling, die ervoor zorgt dat als de kern van die waveguide lang genoeg is, je daarmee kunt voorkomen dat er antennevorm wordt voorkomen. En daarmee kun je dus ook de dempingsgraad, ook bij glasvezelbekabelingen natuurlijk, maximaliseren. Aan de rechterzijde zie je dus een voedingskabel met een EMC-wartel, die dus ook weer verbinding heeft met de behuizing. En daarachter nog een aardingsklem. Al met al, dempingsgraden, waar ik het net al over had, van ja, we hebben het dan over. Met de behuizing, zoals we die kunnen creëren, hoe we die kunnen maken, is het zo dat wij kunnen ervoor zorgen dat we een rek kunnen opbouwen, afhankelijk van de wensen en de gradatie van de klant. Die zegt van, nou, ik heb een rek nodig wat EMC-niveau heeft, 40 dB of lager. Of we moeten naar het niveau Tempest, wat je ziet in de NATO, de SDIP-normeringen bijvoorbeeld. Level A, dat we zeggen van, nou, oké, ik moet naar 60 dB of hoger. Daarin kunnen we variëren. Dus 40 of lager, of 60 of, nou ja, eigenlijk 60 of wat hoger. Maar goed, dat heeft allemaal consequentie hoe hoger de dempingsgraad gewenst is, hoe dichter de kluis, eigenlijk de kooi van Faraday, wordt. Maar hoe kom je daar nou achter? Niets anders is meten. En meten is weten, zoals we hier zeggen. En dat houdt in dat elk rek wat gebouwd wordt, door de meetkamer moet. Uiteindelijk is het niet zo dat het rek het tempest level heeft. Dat die 60 dB bijvoorbeeld als een dempingsgraad weergeeft. Maar uiteindelijk is het een onderdeel van het geheel. De IT-apparatuur die straalt uit. En als je kwalitatieve spullen neemt, dan zal dat sneller, zeg maar, de tempestnormering halen. Dan dat je, zeg maar, van allerlei apparatuur neemt. Dan moet je nog een dichtere behuizing gaan creëren. Het enige wat we kunnen aangeven is bij deze, we kunnen de behuizing zo maken dat die met de juiste apparatuur toegepast een dempingsniveau van 60 dB kan halen. Het is altijd in het tempestvlak een combinatie van beide. We hebben uiteraard de reks gecertificeerd. Ze zijn geschikt, in ieder geval voor tempest, voor EMC-toepassingen. Dus we hebben in ieder geval bewezen door het concept anders aan te vliegen van een normaal serverrek naar de wens in de markt om te zeggen van ja, maar wij willen een rek hebben die wat meer kan dan een normaal serverrek, maar ook geschikt is om straling, dus zeg maar elektromagnetische straling te dempen, dat we in staat zijn om een
serverrek dusdanig aan te passen dat hij daaraan voldoet. Dan hebben we het product eigenlijk zo besproken en bekeken. Maar uiteindelijk krijg je ook aanvragen uit de markt. En daar zie je dat er toch wel een behoorlijk grijs gebied is. Dat men eigenlijk met een cretologie bezig is. Waar men eigenlijk niet echt houvast heeft. En dat is op zich wel logisch. Want de normering is geschreven eigenlijk op de IT-apparatuur en niet op het rek. Het enige is dat wij kunnen doen is ervoor zorgen dat het product de kwalificatie mee kan krijgen. Dat die kan voldoen aan de gestelde norm. We hebben die aanpassing dan doorgevoerd naar het rek. En niet naar de IT-apparatuur. Maar aanvragen die we bijvoorbeeld binnenkrijgen is bijvoorbeeld dit. Doe maar Tempest vriendelijk. Ten eerste de cretologie Tempest vriendelijk. Die komen we vaak tegen. Maar het is een cretologie die gewoon niet bestaat. Dus er bestaat geen Tempest vriendelijk. Want hoe vriendelijk kan een Tempestkast zijn? Zonder concrete informatie valt er geen rek te bouwen. Level A, B, C, doe maar Tempest vriendelijk, maar dan A, of toch maar B of C, 30 dB bij 1 gigahertz, oftewel bij 1 gigahertz een dempingsgraad van 30 dB, maar dan wel Tempest. Ja, oké, okay. Tempest hebben we net omschreven dat het 60 dB en hoger is. Dat is gewoon 3 keer een duurdere behuizing dan als je 30 dB zou doen. Kabelinvoer, glas, koper. Het is niet zo flexibel als bij een normaal serverrek, waarbij je gewoon borstelinvoer hebt en je voegt gewoon wat kabels toe. En als je die kabels dan vervolgens hebt aangesloten, is het prima. Bij een EMC Tempest oplossing, omdat je juist die kooi van Faraday wil garanderen, is het essentieel dat je weet, met kleine flexibiliteit ingebouwd, dat je wel weet van hoeveel kabels ga je invoeren. Wat voor kabels ga je invoeren? Wat is de diameter van de kabels die je gaat invoeren? Waar komen ze terecht? Zodat er meer gedetailleerde informatie bekend is. Om ervoor te zorgen dat het product voldoet. Want als het eenmaal gemaakt is en het is geleverd. En je wil na de hand aanpassingen doorvoeren. Dan is het eigenlijk zo dat het gecertificeerde product wat overgedragen wordt. Op dat moment niet meer voldoet. Want er zijn aanpassingen doorgevoerd. En doe je het volgens de regel van de wet, dan moet je hem opnieuw gaan certificeren. Dus daarom is het essentieel dat die informatie concreet wordt aangeleverd. Ook bij een 1 en 3 fase PDU's. Ja, een PDU is een PDU, dat snap ik ook. Maar het zijn wel de filters die ertussen komen. Of het een 1 fase filter moet zijn, 16 ampère, 32 ampère. Ook dat zijn zeg maar zaken die essentieel zijn bij de opbouw van het rek. Invoer van bekabeling boven onder. Ja, het zijn maar kleine zaken, maar er zijn wel wartels die bijvoorbeeld aan de onderzijde uitsteken. En dat heeft weer consequentie met van ja, moet ik een sokkel eronder gaan bouwen? Wat is de hoogte van het rek? Moet ik dat dan aanpassen? En alles is weer inherent aan hoe het rek uiteindelijk eruit komt te zien. En eigenlijk ook wel de belangrijkste is van ja, maar hoeveel IT-load gaan we dan stoppen in het rek? Want we hebben dan een serverrek waarbij je, ja, als je de deur openzet, enorm veel kilowatts in kwijt kunt. Maar nu hebben we het over een kooi van Faraday, waarbij we aan de ene kant proberen het rek zo dicht mogelijk te maken. Aan de andere kant willen we hem zo traditioneel mogelijk inzetten in onze ja, normale koelconcepten die we kennen. Dus hoeveel IT-load zou je dan eigenlijk kwijt kunnen in zo'n rek? Want uiteindelijk wil je gewoon situaties als dit gewoon voorkomen, dat het allemaal houtje touwtje wordt. En dat men gewoon eigenlijk niet weet wat men uiteindelijk ermee aan moet, omdat de getallen gewoon niet zuiver zijn die we dan ontvangen. Want ook dat is een onderdeel wat essentieel is en daar hebben we onderzoek naar gedaan en dat zal ik dan zo dadelijk in een aantal dia's laten zien. In feite begint het hiermee. 85% doorlaat of 30% doorlaat. Dat heeft nogal een enorme impact als het gaat om van ja, wat voor type servers kan ik toepassen. Hoeveel servers zou ik kunnen toepassen en hoeveel IT-load zou ik daar dan in kwijt kunnen. Al met al, als je kijkt, volgens de ANSI en de BIGSI, zoals die dat omschreven staat, is allemaal netjes uitgerekend. Betekent dat eigenlijk voor de IT-apparatuur, met de huidige fans, met de huidige samenbouw,
dat, wat je hier onderaan ziet, 63% de lucht doorlaat zijn op het 19 inch brede vlak. Dat is het meest ideaal en dat is ook via HP is dat gewoon gecalculeerd als zijnde de standaard. En dat is eigenlijk een standaard die gewoon, nou ja, eigenlijk altijd geldt van wat voor rek je ook neemt qua perforatie. Zolang het 63% of meer is, dan zal de IT-apparatuur prima zijn werk kunnen doen. Nou ja, dat gaat dan in ieder geval wat hier staat voor cabinets with mesh doors, zoals hier beschreven staat. Maar heel concreet, hoe hoger de doorlaat, des te minder de IT-hardware en de ventilatoren hoeven te werken om hun koele lucht te krijgen. Dat is logica. Ik denk dat we niet veel woorden aan vuil hoeven te maken. Alleen we hebben nu een ander concept, wat je hier ziet, is die 63%. Waar die airflow zeg maar tussen de 19 inch breedte gaat. Maar nu gaan wij naar een omgeving waarbij we dus zeg maar de perforatie naar beneden brengen. We hebben het concept als serverrek in stand gehouden, zodat die ingezet kan worden in een traditionele omgeving. Maar toch betekent dat het met het nieuwe concept dat het een enorme impact heeft over wat kun je dan nog wel kwijt in het rek. We hebben een aantal CFD-analyses gemaakt en hier zie je dan bijvoorbeeld een opstelling waarbij je dan 85% luchtdoorlaat hebt in het rek aan de voor- en de achterzijde van de perforatie. Je ziet nagenoeg geen kleurverschil, dus er is nagenoeg geen weerstand. En daarmee kun je dus ook aangeven dat de IT-apparatuur geen hinder ondervindt als het gaat om de toepassing van de perforatie van de deuren. Maar ga ik naar de EMC-variant toe, dan zie je wel degelijk dat er een impact is. Omdat namelijk de weerstand van de deuren enorm hoog is. Met die 30% kan er gewoon veel minder lucht doorheen. Aan de andere kant, de servers die moeten enorm hun best doen om hun koele lucht te krijgen. En aan de andere kant heb je weer zo'n deur met dubbele perforatie. En dan moet de lucht moet ook nog weer uitgeblazen worden. Nou, het uitblazen, alles bij elkaar opgeteld, betekent dat de IT-server enorm in de stress schiet. Ten eerste moeten die fan maximaal toeren draaien om hun lucht te kunnen krijgen. Daarna aan de andere kant moeten ze de kracht hebben om de lucht uit de rek te krijgen. En is het natuurlijk voor de server, voor de levensduur van de server, in ieder geval voor de ventilatoren, niet echt het geschikte rek. Laat ik het zo zeggen als je het op deze manier zou doen. Zou dan het concept dan overboord gegooid moeten worden en zeggen van, joh, het werkt dan niet. Uiteindelijk hebben we wel gekeken van, ja, wat is dan wel mogelijk? Wat zijn dan wel de mogelijkheden die we dan de klant kunnen bieden of kunnen adviseren in dit geval, om ervoor te zorgen dat zowel het IT-rek geschikt is voor de IT-apparatuur als je een aanvraag hebt op basis van Tempest. Er zijn natuurlijk mogelijkheden ook in de IT-apparatuur. En dan moeten we dan toch weer die stap maken naar de IT-apparatuur. En dat is ook eigenlijk wat we altijd aangeven. Van ja, prima, we kunnen het rek bouwen, leveren volgens jullie normering. Volgens de gradatie die gewenst is. Alleen je moet wel gaan kijken van wat ga je erin stoppen. En wat ga je voor ventilatoren toepassen. En uiteindelijk zal dat de combinatie zijn die ervoor zorgt dat in ieder geval de oplossing optimaal gaat functioneren. En als ik het heb over deze service, zeg maar, dan praten we eigenlijk voornamelijk over de ventilatoren die toegepast worden. De normale, laten we zeggen, commerciële service, die hebben gewoon de axiale fans. Die zijn er gemaakt om veel lucht stroming te genereren, te produceren. En dat is natuurlijk ook het doel van die ventilator, als er toch geen weerstand is van de deuren. Hoef je eigenlijk weinig druk te overbruggen. Maar door juist nu apparatuur te kiezen met een andere fan, die meer druk kan opbouwen en meer druk kan genereren, zie je dat er ook de keuze is, bijvoorbeeld tussen de mixed flow fan of de centrifugale fan. Nou, en dat zijn keuzes die een klant dan ook mee kan nemen in de keuze van, oké, ik heb een Tempest rek, ik voldoe aan de normering
en de gradatie van die de klant wenst. Maar daar staat de consequentie tegenover dat ik IT-apparatuur ga selecteren die ook geschikt is om ervoor te zorgen dat het optimaal blijft functioneren. En zo is het toch een samenspel van zowel de oplossing als REC, maar ook de IT-apparatuur aan de andere kant. Zonder die mix van die twee blijft het toch een lastig spel om te zeggen van ja, tot hoever kun je gaan. Simpelweg omdat de traditionele koeling er niet op gebouwd is om enorm veel druk op te bouwen voor de deur, zodat we dat er maar doorheen kunnen duwen en dan hoeven de fans wat minder te werken. Het principe is gewoon lichte overdruk voor de deuren, zodat de servers het werk doen, de taak hebben om de lucht naar zich toe te trekken op basis van vraag en aanbod. Nou ja, al met al hebben we een praktijkervaring opgedaan. We hebben in ieder geval gezien, ook met de CFD's, van ja, wat is er dan wel mogelijk? Op het moment dat je een rek gewoon ergens in een kast, in een hoek zou zetten, zonder daarbij de koeling, aandacht aan de koeling te geven, zie je dat de mogelijkheden met mixed lucht en dergelijke al heel snel terugzakt naar 500, 700 watt. Dan heb je een enorme kast met IT-apparatuur en kan nagenoeg geen IT-load 1 als je het bekijkt. Dan ga je naar een rij toe, heb je traditionele koeling, je zorgt dat de lucht prima is zeg maar de kostuitlucht wat voorkomen met luchtgeleiderplaten rondom en dergelijke, kun je op een gegeven moment de IT-load richting de 5 tot de 8 kilowatt verhogen. Nou, dat is in ieder geval wel wat we in ieder geval met CFD's en in de praktijk hebben gezien. Dus dat is in ieder geval mooi om in ieder geval te weten dat het concept gewoon werkt. De keerzijde is dat je niet meer de 11, 12, 15 kilowatt zeg maar in het rek kwijt kunt, maar dat het de configuratie zoals men dat uitdenkt ook over het aantal reks verdeeld dient te worden. Dus het aantal kilowatten die men denkt kwijt te willen in het rek zal dus ook verdeeld moeten worden over het aantal behuizingen. Dus dat is inherent aan het concept, het technische concept. Uiteindelijk is het zo, ja, wil je het helemaal zeker weten, en dat is een beetje utopie, wil je het zeker weten of het allemaal functioneert, ja, dan zul je de IT-apparatuur moeten aanpassen, in moeten bouwen in het rek, vervolgens de opstelling bouwen en testen. En dan weet je natuurlijk of het volledig optimaal functioneert, of je aanpassingen dient te moeten doorvoeren, ja of nee. Dat is een beetje de ideale situatie. We weten ook wel in de praktijk dat dat gewoon moeilijk tot niet te realiseren valt. Maar toch is dat in feite richting EMC en Tempest wel het beste scenario. Uiteindelijk geven we de richtlijn mee, 5 kilowatt, 8 kilowatt. Ga daarmee aan het werk. Zorg ervoor dat je in ieder geval het koelconcept op orde hebt. En mocht het zo zijn dat de IT niet optimaal functioneert, ja, dan zijn er mogelijkheden nog genoeg bij ons om daar op voor te borduren. Om te kijken van ja, wat is er dan nog echt nodig? Wat hebben we nog meer nodig? Nou ja, we kunnen extra ventilatoren toepassen achterin het serverrek om toch proberen om die lucht, als de apparatuur het zelf niet voor elkaar krijgt, om de ventilatoren zeg maar dat extra zetje te geven. Wil je security beveiliging, kun je natuurlijk naar de safes toe. Dat zijn natuurlijk kluizen die ook een hogere dichtheidsgraad hebben. Dus dan stap je af van het rek. Dan heb je een kluisconcept waar het een 19 inch in staat. Daarmee kun je ook je IT, zeg maar beschermen voor de buitenwereld. En daarnaast heb je nog twee concepten. Die staat als dat je een LCP naast een serverrek plaatst. Natuurlijk hebben we het serverrek met als TS8 frame waar je dus een LCP naast kunt plaatsen. De opbouw is wel zoals die zo gemaakt kan worden. Maar ook hier geldt weer dat als je de kooi van Faraday niet kunt waarborgen dat op een gegeven moment de oplossing te doen is. Maar dat je heel veel tijd en geld kwijt bent om het concept zeg maar tot een bepaalde tempestwaarde te realiseren. Uiteindelijk wat je dan ziet in de praktijk
is dat er ook een kooi eigenlijk gemaakt wordt, dat de behuizing in de LCP, zeg maar, als oplossing neergezet wordt. En daar omheen wordt een omhulsel gemaakt, zodat je in ieder geval niet te veel aanpassingen hoeft door te voeren aan de oplossing zoals die daar op het derde plaatje staat. Nou, het concept is natuurlijk dat je een gesloten systeem hebt waarbij de lucht aan de voorzijde wordt aangeboden, achterzijde wordt opgenomen. Je kunt inderdaad veel meer kilowatts kwijt, maar nogmaals, voor de Tempest en EMC oplossingen zul je gewoon een schild eromheen moeten bouwen, of in ieder geval zo dicht mogelijk bouwen om het te realiseren. Even kijken. Nou ja, deze oplossingen zie je dan bijvoorbeeld ook wel in de praktijk weer terugkomen. Daar waar specifieke oplossingen gewenst zijn, kijken mensen toch naar van ja, oké, okay, wat kan ik met mijn omgeving, kan ik met mijn ruimte, wat kan ik doen, zeg maar, om er een box van te maken en daar mijn IT-apparatuur in te plaatsen. En men is daar aan het wikken en wegen van ja, waar de beste balans te vinden valt. Aan onze kant is het zo, we hebben gekeken naar de markt, we hebben gekeken naar van ja, wat is in de praktijk gewenst. Waar kunnen wij een rol in spelen? Kunnen wij met onze productportfolio een toegevoegde waarde geven? En daarmee willen we eigenlijk ook met deze webcast aangeven dat we naast het normale portfolio misschien ook in staat zijn om daar waar hogere wensen en eisen gesteld worden aan het product of aan de normering of aan de gradatie van demping, dat we daarin mee kunnen denken en mee kunnen engineeren en daar een oplossing voor kunnen bedenken. Maar we zijn ook wel ver om te zeggen van ja, oké, okay, de oplossing is leverbaar. We kunnen het maken. De consequenties zijn we ook wel heel eerlijk in. Om te zeggen van ja, luister, het is niet voor de IT het meest ideale beeld. Maar als je de balans vindt tussen die beiden en je kunt richting de klant een goede oplossing bieden, dan heb je een ideale combinatie. Alles draait om security, IT cooling. En heb je dat in balans, ja, dan heb je de oplossing die je een klant kunt bieden. Nogmaals, het gaat om zeg maar de combinatie van die twee. Wat ik hiermee aan wil geven, zeg maar, dat is in deze webcast, is we hebben natuurlijk wat meer gesproken over ja, de cybersecurity of fysieke security, maar ook over dat elektromagnetische straling steeds meer een onderdeel wordt waar we rekening mee moeten gaan houden. En zeker vanuit de overheidsomgevingen merk je dat men zoekende is naar een oplossing daarvoor. Goed, we hebben dat opgepakt. We hebben daarmee een oplossing gecreëerd en bedacht. En dat wordt ook in de markt weggezet. Maar je merkt wel dat in de partijen die daartussen zitten, tussen de overheid, die soms niet weet wat ze eigenlijk nodig hebben, dan de stap van de partners, de partijen die ertussen zitten, die het moeten vertalen naar de leverancier van joh, goh, doe maar een rek en het moet daaraan voldoen. Tot aan de leverancier die uiteindelijk de uitdaging heeft om het rek te bouwen met de partners om het te certificeren en dat over te dragen. Dus het is echt een combinatie van deze partijen en de helderheid van informatie en concrete informatie, zodat men ook weet van oké, wat heb ik exact nodig, wat heb ik in kan zetten en wat kan ik met deze specs kan ik bouwen. Dus nogmaals, deze drie thema's van cybersecurity, die zullen de komende jaren nog steeds meer een rol gaan spelen. En als er vragen zijn over Tempest of EMC, dan zijn we natuurlijk altijd bereid om jullie daarin te ondersteunen. Dankjewel. André, hier is de regie. Ja, de regie, en, ja. Hallo. En ik zie dat er een vraag is binnengekomen. Zal ik hem even voorlezen? Ja, zeker, als je wil. Is het handiger om een watergekoeld rek misschien te gebruiken, zoals een HP MCS/Rital LCP rek? Hier zijn de deuren volledig gesloten en ondervang je het ventilatie, perforatie, niveau, issue, om de track Tempest te maken. Zeker, een hele goeie. Wat ik in dia daarvoor heb aangegeven is dat dat zou de meest ideale oplossing zijn, is dat we een Tempest track en we zetten een LSP of een HP of een MCS oplossing ernaast en dan is het klaar. Alleen het halen van een dempingsgraad Tempest
wordt enorm ingewikkeld, omdat je namelijk te maken hebt met twee behuizingen die aan elkaar gekoppeld zijn. Of het is een koeling, zeg maar, die in een behuizing zit. Je zit dan met leidingen die antennes zijn. Je hebt met koppelstukken te maken. Je hebt met extra deuren te maken. Het wordt alleen maar complexer om de demping, zeg maar, de tempestniveau, de SDIP-normen te halen. Dat is helaas proefondervindelijk ook. Hebben we dat mogen ervaren. Ik dacht niet anders van, joh, zet er even een rek naast met de juiste shielding. Goed aantrekken. En zorgen dat de boel gewoon netjes is afgeschermd. En dan zijn we klaar. Alleen dan blijkt dat bovenin de daken niet aansluiten. Dan blijkt dat de deuren niet helemaal optimaal zijn. Dan betekent dat de zijwanden nog weer aangepast moeten worden. Een LCP heeft een wand. Maar uiteindelijk wil je naar een tempestniveau van 60 dB of hoger, moet je een gelaste wand hebben. Daar nog weer een geschroefde wand overheen hebben. En shielding, enzovoort, enzovoort. En daarin zullen we ook gewoon moeten onderzoeken wat de beste weg is om te gaan. En zoals het nu is, wat we denken de beste oplossing is, is het tempestrek en de LCP ernaast, maar daaromheen dat het een kooi wordt om in ieder geval die dempingsgraad te halen. Maar goed, dat is zeg maar wel een fase waar we nog in verder moeten onderzoeken. Maar het is een interessante item, zeker. Moeten we zeker even verder gaan. Zijn er verder geen vragen? Nee, ik zie ook verder geen verdere opmerking bij me. Dan wil ik hier bij deze afsluiten. Zijn jullie geïnteresseerd in EMC Tempest of het Tempest maken van een oplossing of de aanvragen die liggen en je hebt het idee van, ja, waar moet ik ermee heen? Meld het aan ons. We helpen jullie daarmee mee verder. En uiteraard de presentatie, als je die graag zou willen hebben, dan kan ik je beschikbaar stellen. Geef het even aan. En dan wens ik jullie een hele fijne dag nog. En tot de volgende webcast. Dankjewel.